Hey, jij bent schrijver, columnist, ja, maar ook echt een jongen van deze regio. Jij komt uit Deventer, geboren en getogen. En wat heb je met die stad, behalve dat je er vandaan komt? Omdat ik er dus geboren ben en opgegroeid en ook gevormd door die stad, weet ik eigenlijk niet beter. Ik voel me altijd heel erg veilig in die stad. En als ik ergens anders kom, dan merk ik toch al gauw dat ik weer snel heimwee heb naar Overijssel en Deventer in het bijzonder. En dat heeft ook te maken met hoe de mensen hier zijn en hoe de mensen in de Randstad zijn. Hoe zijn de mensen hier dan, vergelijk ik tot de Randstad? Volgens jou? Nou, in de Randstad is het toch vooral wat hyper. Mensen, het tempo ligt wat hoger. Er is wat meer soort van competitie onderling. En hier zijn de mensen iets nuchterder, wat meer gelaten. Ja. Niet zo hysterisch als in de Randstad. Ik vraag dat, omdat jouw boek, jouw nieuwste boek, jouw eerste boek heet De Eus, dit boek heet Toerist. Dat gaat over je vader. Ja. En het speelt zich dus ook helemaal af in een arbeiderswijk in Deventer. Een typische arbeiderswijk. Ja, klopt. Daar heb jij jouw jeugd genoten. En genoten, precies. Ja. Want het einde van jouw boek, jouw dankwoord, zegt ook van ja, bedankt voor mijn ellendige jeugd, voor alle inspiratie. Ja, dat klopt. Kijk, ik ben schrijver, ik maak romans. En voor mij als schrijver is een ellendige jeugd een echt onuitputtelijke bron van inspiratie. Zonder die ellendige jeugd had ik nooit dit soort boeken kunnen schrijven. Dus ik doe daar ook nooit zo moeilijk over. Ik zeg ook van, ik zei laatst tegen mijn vriendin bijvoorbeeld van, ik ben heel gelukkig met jou, lieverd, maar op literair gebied heb ik gewoon niks aan onze relatie. Daar kan ik gewoon niks mee. Het is te lief. Ja, het is te lief. En er is weinig ellende, weinig ongeluk. We zijn gewoon heel gelukkig met dat elkaar. Dat had jij wel in jouw jeugd, in Deventer. Jouw eerste boek, Eus, gaat echt semi-autobiografisch roman over jouw jeugd. Op jouw 16e ontspoorde je, kwam je op straat terecht. Uiteindelijk in de bak ook nog, in Scheveningen heb je gezeten. Ja. En daar kwam je in aanraking met boeken en daar ben je gaan schrijven? Daar ben ik gaan schrijven, inderdaad. Of vooral eerst gaan lezen in het begin, later gaan schrijven. Maar daar heb ik wel het plan opgevat van, nou, ik heb best wel een merkwaardige jeugd achter de rug. Zou ik dit niet moeten vertellen aan andere mensen, aan papier moeten toevertrouwen, aan boeken? Ik werd geraakt door die literatuur, door het schrijven zelf. En ik las wat er was. En er waren weinig schrijvers in Nederland die dit soort verhalen vertelden. Verhalen van mensen met mijn etnische achtergrond. Los daarvan ook weinig verhalen van mensen die uit een arbeidersmilieu komen. Want ik kom natuurlijk ook uit het arbeidersmilieu. Wat dat betreft heb ik een dubbele achterstand ten opzichte van veel mensen. Combinatie van ellende, mogen we het zo noemen? Een combinatie van ellende, maar uiteindelijk wel met een voor mij een goede uitkomst. Dus nogmaals, omdat ik er wel boeken van kan maken. Ja. Jouw vader daarentegen komt er eigenlijk niet zo heel erg lekker van af. Hij komt er vanaf als een ware tiran. Ja, vind ik wel. Je beschrijft hem als een man die de hele dag maar op de bank hangt. Mm-hmm. Drinkt, heel veel drinkt. Niet goed met jouw moeder omgaat. Ja. Eigenlijk ook niet echt vrienden heeft. Nee. Heel geïsoleerd leeft. Ja. Ja. Ik probeerde de relatie van mijn ouders te begrijpen. Wat ik in het boek heb gedaan is, ik heb gekeken naar een relatie en ik kon eigenlijk geen centimeter liefde vinden. Op geen enkel moment ook. Gewoon, al die jaren dat zij bij elkaar waren. Ik ben 31, dus laat ik zeggen dat ik 25 jaar heb geobserveerd. Heb ik nooit gezien dat zij echt aardig of lief tegen elkaar deden. Integendeel, ze hadden juist altijd ruzie en er waren altijd problemen. Dus daardoor raakte ik enorm gefascineerd. Want ik heb mijn moeder heel vaak gezegd dat ze gewoon weg bij hem moet gaan. Omdat hij niet deugt en omdat hij haar uitbuit. En geestelijk en fysiek mishandelt eigenlijk. Je beschrijft in het boek. Komt ook in het boek een aantal keer terug. Dus ik was zo gefascineerd door, in eerste instantie door mijn vader. Van hoe kan hij zo geworden zijn? Waarom is die man in vredesnaam zo? Maar toen ik al vrij snel ook weer door had dat hij gewoon door en door slecht is en geen diepere laag heeft of wat dan ook. Het is gewoon slecht iemand, klaar, dat bestaat, dat kan. Ja, toch heb je er 320 pagina's over geschreven. Ja, maar dat ging dus niet zozeer over mijn vader. Over jullie hele gezin misschien wel? Het meer over mijn moeder eigenlijk, want het begon, de fascinatie begon voor mijn vader, maar naarmate ik verder ging schrijven, kwam ik steeds weer terug bij mijn moeder en dacht ik van, ja, maar wat bezielt deze vrouw dat zij zoveel incasseringsvermogen heeft en dat zij eigenlijk alles slikt en accepteert wat die man doet. Wat is haar karakter? Wat zit daarachter? Door welke
emotie, door welke zijn beperkingen, door welke beperkingen wordt zij gedreven in het leven. En zo ontstond mijn zoektocht in dat boek, in eerste instantie door mijn vader, maar het werd veel meer een moederboek uiteindelijk. Ja. Ja. En het ergste daarvan is natuurlijk, want ik had zo'n plan opgevat van ik ga mijn vader de maat nemen. Die man pleegt overspel, alcoholmisbruik, is hem niet vreemd, naar horkerig gedrag en zo. En tijdens het schrijven kwam ik er toch langzaam achter, en dat was best wel pijnlijk, dat ik mijn vader aan het worden was. Want ik spiegelde zijn gedrag aan mijn gedrag. En dat komt in het boek ook heel duidelijk naar voren. Ik werd mijn vader. Je lijkt zoveel op je vader, meer dan je wil eigenlijk. Meer dan ik wil en ook meer dan ik kan bevechten. Omdat het nu eenmaal een soort van genetische gift is het niet. Maar het is een genetisch iets wat ik van hem heb gekregen. En hoezeer je weet dat zo is en hoezeer je het ook niet zou willen, het is er gewoon en je kan er niks tegen doen. Maar je neemt hem de maat. Neem je daarmee jezelf dan ook de maat? Ben je streng geworden tegen jezelf? Tegenover jezelf? Nou, ik verkondig het wel nu overal dat dat zo is. Maar kijk, het feit ik wil niet zeggen dat je het doet. Nee, maar het feit is bijvoorbeeld wel zo dat hij houdt heel erg van drank en ik ook. Ja. Alleen het verschil is, ik weet het en ik zal het niet ontkennen. Ik kan me beheersen op sommige momenten. Omdat ik weet, als ik nu ga drinken, dan word ik waarschijnlijk heel lastig. En als wij nu hier zouden drinken, dan ga ik waarschijnlijk maar rare dingen doen en weet ik veel wat. En dan ga ik me schamen uiteindelijk de volgende dag. Ja. En dat overkomt hem al gewoon 60 jaar. Dat staat ook letterlijk in het boek. Ja, hij heeft nooit een moment bereikt dat hij dacht van ik ga te ver hierin. En bij mij is er dan, wat ik noem, zelfinzicht. Van ik begrijp van ik moet me op bepaalde momenten beheersen. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld met vrouwen. Ik hou van mooie vrouwen. Als ik een mooie vrouw zie, dan geniet ik daar helemaal van. Ja, nou, jouw vader ook. Ja, dat was vader ook goed te lezen. Alleen mijn vader die gaat dan achteraan en die gaat naar een bordeel en die gaat die vrouwen proberen te verleiden. En ik heb dat ook heel lang gedaan en dat beschrijf ik ook in het boek. Maar op een zeker moment kwam ik tot de conclusie, dit is een heilloze weg. Je moet keuzes maken, want anders blijf je verstrikt raken in dat wangedrag, waardoor je ook andere mensen pijn doet. En dat is geen lang leven beschoren. En niemand wordt daar gelukkig van. En zeker ikzelf niet. Nee, want jezelf, je zegt al, wil wel graag gelukkig zijn. Sterker nog, je kan op ieder moment papa worden, zelf, voor het eerst. Ja, ik heb mijn telefoon niet bij me. Het komt niet dat mijn vriendin misschien is ze nu aan het bevallen. Ja, ja. Jouw vriendin is aanstaande zondag uitgerekend. Ja, klopt. Ja, het is heel spannend. Ga jij een andere vader worden voor jouw kind? Ja, ik ga denk ik een heel andere vader worden. Aan de ene kant is dat goed natuurlijk. Aan de andere kant vind ik dat soms een beetje moeilijk, omdat ik nu weet dat ik mijn gedrag altijd zal spiegelen aan het gedrag van mijn eigen vader. En dat ik hem altijd zal willen overtreffen, dus alles beter zou willen doen. En dat geeft het toch een soort van, nou, ik weet niet of het ziekelijk is, maar wel een soort obsessief karakter. Omdat ik dan straks, of eigenlijk ben ik daarmee al begonnen, wil gaan overcompenseren. Dat ik alles moet gewoon beter dan hoe het was bij ons toen. Maar goed, ik heb dus een goed voorbeeld gehad van hoe het niet moet. En ik denk, ik hoop, ik vermoed trouwens ook, dat ik zelf wel een hele goede vader ga worden. Ja. Nou, je hebt je eigen vader in ieder geval in dit boek de maat genomen. Nu ga je misschien wel jezelf dan de maat nemen. Ja. Jouw vader woont in Deventer. Jij bent ook weer in Deventer gaan wonen. Je hebt een tijdje in Amsterdam gewoond. Kom je hem wel eens tegen? Het wil wel eens voorkomen één keer in de maand of zo dat ik hem zie lopen op de markt in Deventer, op de Brink. Dan hebben jullie geen contact? Nee, we hebben geen contact, maar het is ook heel grappig, want als wij elkaar zien, dan herken ik hem wel, maar hij herkent mij niet meer. Hoe weet je dat? Dat bemerk ik gewoon. Hij kijkt me niet aan of hij loopt gewoon door. Er gebeurt niks met hem, niks aan zijn mimiek of zijn uitdrukking in zijn gezicht. En aan de andere kant, als dat wel het geval was geweest, had hij me misschien wel aangesproken of had hij misschien iets tegen mijn moeder gezegd. Want hij is er niet mee eens dat ik 10 jaar niet met hem praat. Hij wil dat ik weer gewoon met hem ga praten. En het ergste, en ook meest frustrerende trouwens, is dat hij vindt dat hij niks verkeerd heeft gedaan. En als mensen het boek gaan lezen, dan moeten ze zelf maar conclusies gaan trekken. Maar volgens mij ligt dat toch net iets anders. Maar wil jij ooit nog wel eens weer contact met jouw vader, Touriks?
Nee, absoluut niet. Nee, ik wil juist dat hij zoveel mogelijk uit mijn leven is. En dat is misschien een beetje tegenstrijdig als je een boek gaat schrijven met... 320 pagina's over jouw vader genaamd Louis. Ja, met, ja. En nota bene met hem op de voorkant op de fiets, van de omslag. Nee, maar ik wil hem van me afschudden. En wat ik met dit boek vooral heb willen doen, en dat was voor mij het belangrijkste thema... Ja, die hele familiebanden die wij hebben met elkaar, om daar nog eens even kritisch naar te kijken. Want er zijn heel veel mensen die met elkaar omgaan omdat er een bloedband is. Ja. En met de gedachte van, ja, het is familie, dus dan accepteer je wat meer van elkaar. En misschien herken je het wel. Blijft toch je pa, hè, zeggen mensen dan. Precies, maar ook anders als je bijvoorbeeld op een verjaardag staat of zo. En dan zie je weer een oom aan wie je gewoon een pesthekel eigenlijk hebt. Maar ja, dan moet je toch weer met elkaar praten. En het weekend daarop zien we weer op een bruiloft. En er zijn mensen die elkaar eigenlijk totaal niet mogen en die onder andere omstandigheden gewoon, als ze geen familie waren, nooit met elkaar zouden omgaan. Maar is dit dan een advies om dat dus niet te doen of juist wel? Nou, ik heb de afgelopen dagen gemerkt dat het een enorm taboe is in ieder geval, maar laten we tenminste dat taboe bespreken. Van, is het echt nodig om met mensen om te gaan aan wie je een pesthekel hebt, zoals ik het noemde? Als jij een relatie hebt met iemand... vanuit een bloedband en je merkt, die relatie levert mij niks op. Sterker nog, het zorgt alleen maar voor ellende. Waarom zou ik dat dan cultiveren en voortzetten, zo'n relatie? Terechte vraag. Voor mensen die daar een antwoord op willen, lees het boek, Touris. Dankjewel.